Hoe krijg je een gezonde slaapkamer? We hebben het altijd over het belang van goed slapen, zodat het lichaam weer zou kunnen opladen, haar balans kan herstellen en kan herleven. Daarom is het belangrijk zoveel mogelijk stress te vermijden, gezond te eten, te bewegen net. Het is echter van even groot belang een optimale ruimte te hebben om tot rust te komen, je slaapkamer. In dit artikel leggen we je uit hoe je je slaapkamer gezonder kan maken, met frisse, verse lucht en vrij van straling. Kortweg, een slaapkamer die balans en sereniteit uitstraalt en die een goede nachtrust bevordert. Een goedkope en natuurlijke manier om de lucht in je slaapkamer zuiver te houden, is een plant in de kamer te plaatsen. Niet elke plant voldoet echter, want sommige planten kunnen namelijk zuurstof wegnemen. We raden Sansevieria's aan voor de slaapkamer. Deze plant zal 's nachts koolstofdioxide omzetten in zuurstof. Voor het beste effect plaats je het beste twee hoge planten in je slaapkamer. Naast het zuiveren van de lucht, geven ze ook nog eens een mooi groen detail aan de kamer. De groene kleur helpt balans in je emoties te brengen. Je slaapkamer is een plaats waar je tot rust komt en die je meestal deelt met je partner. Hij moet dus helderheid en sereniteit uitstralen en daarom mag hij niet volstaan met meubels en andere spullen. Zorg ervoor dat je slaapkamer een ruim gevoel geeft en dat je, naast enkele decoratieve accenten, enkel het nodige erin staan hebt. Het belangrijkste van allemaal om een gezonde slaapkamer te hebben is dat je het netjes en georganiseerd houdt. Belichting. Het meest ideale licht voor de slaapkamer is natuurlijk licht. In sommige gevallen is dit echter niet mogelijk en is de slaapkamer vrij donker. Op dat moment kan je met verlichting spelen om de kamer een warm gevoel te geven. Gebruik bijvoorbeeld zoutlampen uit de Himalaya. Deze lampen geven een zeer ontspannend, warm, oranje licht af. Bovendien helpen ze ook om elektromagnetische straling te neutraliseren. Hoofdzakelijk om mijten tegen te gaan, maar ook om de ruimte aangenaam te maken, raden we je aan je slaapkamer dagelijks goed te verluchten. Indien mogelijk laat je het beste direct zonlicht in de kamer binnenvallen en specifiek op de plaatsen waar zich mijten bevinden. Deze ruimten zijn meestal vochtig en warm, bedlakens, dekens, gordijnen, matrassen, kussens, tapijten net. Op warmere nachten en wanneer je niet in een drukke, luidruchtige omgeving woont, kan je er ook voor kiezen om met het raam open te slapen. Plaats een scherm voor het raam, laat het rolluik zakken of sluit het gordijn om je een veiliger gevoel te geven. Hoe ruikt je slaapkamer? Let er ook eens op hoe je slaapkamer ruikt. Een schone slaapkamer zou geen geurtjes mogen hebben. Als dit wel het geval is, kan dat eventueel wijzen op de aanwezigheid van vocht of luchtjes die van buiten komen. Of misschien wil je je kamer simpelweg een geurtje geven waar je van houdt. Voor dit laatste bestaat daarom wierook, papier d'Armenië, aromatisch papier, hars dat verbrand kan worden met houtskool, conventionele luchtverfrissers of zelfs verstuivers van essentiële olie. We raden vooral volgende aroma's aan. Citroen, voor het zuiveren en desinfecteren van de omgeving munt,
voor een verfrissend geurgember, voor een verwarmende effect kaneel, voor stimulatie lavendel, om te ontspannen roos, om een zoete, romantische sfeer te creëren eucalyptus, om de omgeving te zuiveren en te helpen met problemen met de ademhaling citrus citroen, sinaasappel, mandarijn, om de gemoedstoestand te verbeteren en depressie tegen te gaan. Pas op met spiegels. Feng Shui zegt dat het geen goed idee is om spiegels in je slaapkamer te hebben, omdat ze de energie die voor een goede nachtrust zorgt, verstoren. Als je problemen hebt met slapen, kan je eens enkele dagen proberen je spiegel af te dekken om te zien of dit enig effect heeft. Het is echter nog beter ze in andere ruimtes in je huis te zetten, waar ze nog eens nuttiger zijn ook. Bed naar het noorden gericht. Een andere sleutel tot een goede nachtrust is de oriëntatie waarin je slaapt. Probeer je bed richting het noorden te richten. Als dat niet mogelijk is, plaats het dan in een andere hoek. Maar probeer zeker te vermijden dat je hoofdeinde naar het zuiden gericht staat, want dat is de meest schadelijke richting.